De bonte bij het diakonessenhuis heeft de directie vandaag een wake-up call gegeven. Dit hield in dat de medewerkers van 8 tot 12 uur het werk hebben neergelegd. Bondsvoorzitter Robbie Narendorp zegt dat dit protest nodig is om de beleidsmakers en anderen die diensten afnemen van het ziekenhuis en niet betalen, wakker te schudden. Narendorp wijst erop dat het personeel 4 jaar terug een loonsverhoging heeft gehad van 1%. U fronst uw wenkbrauwen, maar de mensen hebben toen ook rekening gehouden met de situatie binnen het bedrijf. Maar 4 jaren, 5 jaren, dat wordt te veel van het goede. Begrijpelijk ook. En kijk, als dus de situatie in het land stabiel was, dan zou je dat niet merken. Maar we weten met z'n allen dat het leven duurder en duurder wordt. En de mensen kunnen dus het hoofd niet meer boven water houden. Dus. De bond heeft de vorige week een gesprek met de directie gehad over het uitblijven van de cao-verhogingen. Ook vandaag heeft de bond een spoedmeeting gehad met de directie en heeft daarbij benadrukt dat deze actie niet tegen de leiding is gericht. Hierna heeft Narendorp de protesterende leden toegesproken. Met betrekking tot die koopkrachtversterking, toen wij dat in het begin kregen, was het gelijk of een dag na dat we ons salaris hebben ontvangen. Daarna werd het 3 dagen. Daarna werd het een week. Nu zijn het 2 weken waarop we moeten wachten voordat we die koopkrachtversterking krijgen. Je kent onze visie, hoe nou ben de koopkrachtversterking? Wij gaan voor salarisverhoging, omdat we doordenken. Mensen moeten met pensioen en die koopkrachtversterking werkt niet door. Wij gaan uit voor salarisverhoging, zodat we wanneer we morgen met pensioen gaan, dat we dan niet in de rij hoeven te gaan staan om een pakket te halen. Dat was Robbie Narendorp, voorzitter van de bond bij het Diakonessenhuis. De bond heeft de directie en de beleidsmakers vandaag een wake-up call gegeven door het werk voor 4 uren neer te leggen.